Welkom iedereen voor een nieuwe rondetafel over de toekomst van hernieuwbare energie, met het oog op de doelstellingen van de klimaattop, de Green Deal en het Vlaamse klimaatplan. Plannen genoeg, maar hoe haalbaar en betaalbaar zijn die allemaal? Zeker nu ook de brandstofprijzen pieken. En dat voelen ze zeker in de transportsector, waar we vandaag gaan op inzoomen. Transport is goed voor ruim een vijfde van onze uitstoot en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Hoe gaan we het toenemende transport over weg en water in de toekomst organiseren, opdat de economie niet stilvalt en we toch die klimaatdoelstellingen halen? Daarom weer een rondje experten hier aan tafel, zeg maar. Ik ga beginnen bij u, Philippe Derumeaux van LNG Drive. Jullie bouwen mee aan een netwerk van tankstations voor LNG en CNG. Ja. Daarover zometeen meer. Van de federatie gas.be, Didier Hendriks, Public Affairs Manager. Aan de overkant Philippe de Graaf, topman van Febetra. Jullie verdedigen en behartigen de belangen van de Belgische sector van het vervoer over de weg. En tot slot Olivier Faucion, business director van constructeur Iveco Benelux. En jullie zijn eigenlijk een internationale speler, maar zeg maar in die wereld van transport op het vlak van ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van een heel uitgebreid gamma van bedrijfsvoertuigen. Daarover ook zo meteen meer, maar ik wou beginnen bij Philippe, als dat goed is. Mag toch wel gesteld dat jullie pionierswerk hebben verricht op het vlak van LNG-stations in ons land? Klopt, wij zijn gestart in 2014 met het eerste station in de haven van Antwerpen. Maar we hebben door de jaren ons netwerk uitgebreid tot nu een vijftal stations. En de stroomversnelling, de doorbraak, laten we zeggen, is er gekomen eigenlijk in 2018, 2019... doordat ook het internationaal verkeer eigenlijk is overgeschakeld voor een stuk toch alleszins naar LNG, omdat de vrachtwagens ook langere afstand kunnen overbruggen. En dat heeft echt een boost gegeven aan de sector. Misschien gewoon even toch zeggen, kort, wat is het verschil LNG, CNG? Wat is dat? CNG is samengeperst. LNG is vloeibaar aardgas. Vloeibaar aardgas geeft een langere autonomie in het voertuig voor dezelfde volume aan tankcapaciteit. En voor trucks is dat wel belangrijk dat ze over langere afstand kunnen rijden. Zeker toen dat het netwerk nog niet zo uitgebreid was als nu. Maar nu zitten we in Europa toch met 400 stations waar trucks op LNG kunnen tanken. En dat is voldoende om die vrachtwagens eigenlijk comfortabel te laten circuleren. Ja. Ja, noord naar zuid, oost naar west is mogelijk op aardgas. Ja, want ja, inderdaad, in het kader van het hele energievernieuwingsverhaal, de transitie, hoe proper is dat eigenlijk al? Wel, vandaag besparen we met klassiek LNG 20% CO2 ongeveer. Maar wij kijken naar bio-LNG. Wij bieden dat vandaag al aan op onze stations. En daarmee kunnen we eigenlijk klimaatneutraal gaan rijden. Ja. Dus daar zit toekomstmuziek. Zeker en vast. Ja. Ja. Olivier, ik zei het al, jullie zitten aan de kant van de constructeurs. Kan je zeggen dat transport nu ook zeker na corona weer volop booming business is geworden? Zeker. Dat is volledig herpakt. Met natuurlijk de nodige disrupties die overal in het nieuws zijn geweest. Maar er is zeker een enorme toename en herneming van de economie en dus automatisch van het transport ook. Ja. We kunnen ook zeggen dat het thuiswerken waarschijnlijk nog een extra boost gegeven heeft en nog meer transport heeft teweeggebracht. Met de pakjes en zo dan? Correct. Met de pakjes. Ja, ik ben daar mee schuldig aan, zal ik maar toegeven. Maar je ziet dan ook dat de uitstoot ook alleen maar lijkt toe te nemen, hè. Veel andere sectoren die zijn echt al heel hard bezig met dat vergroeningsverhaal en het transport kan er echt wel nog wat gebeuren. Er kan ook zeker veel gebeuren. Langs één kant is er al veel gaande. Vanaf 1 januari hebben we weer een nieuwe emissienorm voor de nieuwe vrachtwagens die op de baan worden gezet in heel Europa. Dus met nog strengere minimum of maximum emissies van de verschillende schadelijke stoffen. Dus dat is een continu proces dat om de 2-3 jaar toch verstrengd wordt. En daarnaast is er natuurlijk een puur mathematische regel. Hoe meer kilometers men doet, hoe meer men gaat uitstoten. Dat is natuurlijk een beetje vervelend. En dan moeten we gaan kijken naar de langere termijn en hoe we daar iets aan kunnen doen. Nu, als we even terug aanpikken op het verhaal van Philippe. Wij zijn nu al een 20 jaar bezig met CNG. Oorspronkelijk waren dat voertuigen, dieselmotoren, die werden aangepast aan CNG. En die dan geleidelijk aan ook standaard productie zijn geworden. De laatste 10 jaar ook LNG. Dus we doen daar wel andere initiatieven en innovaties om die 20% waarvan Philippe daarnet sprak, om toch van onze kant ook onmiddellijk alternatieven te kunnen bieden. Heeft het ook te maken inderdaad met de tarieven, tout court, dat men daar een beetje achterop hinkt? Want ja, iedereen kijkt natuurlijk, er zijn de prijzen aan de pomp, er zijn de aankoopprijzen en dergelijke meer. De rekening moet gemaakt. Ja, het kostenplaatje is natuurlijk één element, maar dat is niet het enige element. Randvoorwaarden voor over te stappen naar alternatieve energieën, dat is een voldoende uitgebreid laad- of tankinfrastructuur. De voertuigen moeten bestaan. U zal mij misschien zeggen, we zijn vandaag 98% van de vrachtwagens die in België rondrijden, zijn dieselwagens. De rest is voornamelijk LNG en CNG, een klein beetje, maar echt marginaal elektrische trucks. Ik denk dat er verleden jaar 3 zijn verkocht, dit jaar 5, zoiets in die aard. Ze moeten eerst en vooral bestaan. Sommige merken hebben ze nog niet. Of ze worden toch niet breed gecommercialiseerd. Het zijn een soort prototypes. Sommige dromen van een waterstoftruck. Dat kan, maar wordt vandaag niet gecommercialiseerd. En als ik aan de grote merken vraag, wanneer gaan jullie die te koop aanbieden, dan antwoorden ze mij 2025, 2026. Ik weet niet of dat Iveco akkoord is, hij knikt van wel blijkbaar. Dus ze moeten eerst bestaan. 2, die tankinfrastructuur of laadinfrastructuur is zeer belangrijk. Daar gaat geen enkele transporteur een waterstoftruck kopen als er maar 1 of 2 waterstoftruckstations zijn, laadstations zijn. We hebben dat in het verleden meegemaakt met LNG, helemaal in het begin. Dat is zo'n beetje de kip en het ei verhaal. Transporteurs gaan niet investeren omdat ze zeggen als ik 50, 60 kilometer moet omrijden, dat kost mij veel te veel. Dat heeft geen enkele zin. En anderen gaan zeggen, maar waarom zou ik een tankstation bouwen als ik geen klanten heb? Dus die spiraal moet doorbroken worden. En dan uiteraard de kosten. Alternatieve trucks kosten veel meer dan hun dieselbroertjes. De klanten willen wel allemaal duurzaam vervoer, maar er zijn er bitter weinig die bereid zijn om extra te betalen voor duurzaam vervoer. Ja. Dat brengt me natuurlijk naar iets wat je wel vaker ook ziet, dat misschien die hoge brandstofprijzen die er nu ook zijn, want we hebben het altijd in de pers heel veel over de hoge energieprijzen, maar wie gaat tanken weet dat het zich op alle vlakken afspeelt. Die modende prijzen aan de pomp kunnen misschien ook een accelerator zijn om misschien dan toch naar andere dingen te gaan kijken? Of merk je toch nog dat men de rekening maakt? Vandaag zitten we met het probleem dat alle energieën stijgen, maar gas is de laatste maanden forser gestegen dan diesel. Ja. Dus uiteindelijk, Didier, wie dan inderdaad die investering heeft gedaan om te gaan rijden op gas, die heeft een duurdere truck aangekocht en die staat nu ook te zuchten als hij naar het tankstation gaat van Philippe. Maar we moeten altijd het verhaal bekijken op een langere termijn. Hè. Dus voor een transportbedrijf is het 5, 6, 7 jaar soms. Dat zijn trucks die 80 tot 100.000 kilometer rijden per jaar. Dus het globale kostenplaatje moet worden bekeken. En dan ziet men toch een voordeel voor LNG. Ook nu met de hoge prijzen? Enfin, niet momenteel, niet. Maar zoals ik zei, moeten wij dat bekijken op een... En je gelooft dat die prijzen toch terug zullen dalen? Ja, dat zal dalen. Allee, dat zal denk ik niet meer 20 euro per megawattuur zijn, zoals men zegt op de TTF-markt. Zoals een anderhalf jaar of een jaar geleden in feite. Gaan ook de andere energieprijzen stijgen. Het is al het geval. Voor het moment bij olie is het een beetje wisselvallig, zou ik zeggen. Het is niet zo evident een toekomst te zien, maar we moeten beseffen dat er is een globale heropleving van de economie, vooral in Azië, en dat duwt de prijs op de markt omhoog. En ik denk ook dat er zijn verschillende parameters, prijs, maar ook voor de transporteur moet het kader blijven, het fiscale kader. Ja, alle die omgeving die maakt mogelijk dat een verhaal positief is voor een transporteur. Ja. Dat moet bestaan. En soms ontbreekt het. Ja. En daar ook die komende politieke visie die soms niet zeer leesbaar is. Daar gaan we het inderdaad nog op hebben. Ik wil nog even bij de situatie vandaag blijven staan. Er wordt wel gezegd, als je kijkt naar het gehele plaatje, is het misschien toch op termijn interessant. Maar merk je dat nu toch ook, Olivier, bij de bestellingen die nu geplaatst worden, dat die hoge aardgasprijzen misschien ook weer afschrikken? Dat men toch kijkt naar, inderdaad, er zijn nog te weinig tankstations. We gaan toch maar voor het zekere kiezen? Laten we zeggen dat het goede nieuws is dat we nog niet zoveel klanten hebben gezien die de stap terug naar diesel hebben gezet. Wat we wel hebben gezien is dat bepaalde klanten hun beslissing uitstellen of eventueel zelfs leveringen uitstellen. Om te zeggen van ja, even die moeilijke periode overbruggen, maar echt terug de switch naar diesel maken hebben we nog niet gezien. Nee, dus wie overtuigd is overtuigd, maar de anderen vertragen het. Ja, en ik denk dat er toch een algemene consensus is dat dit een tijdelijke situatie is en dat die gap tussen, want daar gaat het uiteindelijk over, tussen diesel en LNG, dat die gap terug in de juiste richting gaat evolueren. Ja. De enige vraag, en daar, ik denk, de kristallenbol van vele mensen is gebroken ondertussen. We weten niet of dat 2, 3, 4, 5 maanden gaat duren. Ja, inderdaad. Maar misschien kan je inderdaad stellen, om te vergroenen gaan we misschien naar een transport op gas. Maar dat moet dan wel meer en meer natuurlijk groen gas worden. Ja. Zijn we daar ook klaar voor? Wij zijn daar klaar voor. Er is bio-LNG beschikbaar. Dat komt via de terminal in Zeebrugge, de terminal van Fluxys. En wij hebben klanten die al vandaag zijn overgeschakeld op bio-LNG. Weliswaar een mix. Dus een mix van bijvoorbeeld 75% klassiek LNG en 25% bio. Is dat al voldoende om echt te vergroenen? Daar vergroenen we absoluut mee. Het is nog onvoldoende om de target te halen van 2030. We spreken daarover 55%. Maar die bedrijven die stellen wel plannen op om die blend jaar per jaar te verruimen naar bio, meer bio, naar 50%, 75%. En op termijn kunnen wij ook dan tegemoetkomen aan die ultieme doelstelling van zero emission. Dus dat is haalbaar. Ja, Didier? Ja, ik denk dat is ook een kwestie van tijdlijn. Voor het moment is het al mogelijk bio-LNG aan te kopen. Bon, de situatie is nog niet 100% fantastisch qua certificatie bijvoorbeeld. Hè. De stakeholders moeten een beetje hun weg vinden. Maar wat is interessant is dat er is echt een groei nu qua bio-LNG-capaciteit. Bijvoorbeeld onlangs heeft men een productiesite voor bio-LNG ingehuldigd in Nederland. Bij Shell. Daar gaan ze alle LNG-stations in Nederland bevoorraden met bio-LNG. Er is ook volgend jaar een nieuwe installatie ook in Duitsland. En dan geleidelijk ziet men een groei van de bio-LNG-capaciteit. Eerst en vooral is het een kwestie van productiecapaciteit. Ja, maar je verwijst naar Nederland. Geldt dat ook voor ons land? Zijn wij daar ook voldoende klaar voor? Maar, op de terminal van Zeebrugge is het al mogelijk, zoals Philippe heeft gezegd. Er zijn ook projecten voor bijvoorbeeld bio-LNG-installaties naast een biomethaan-site. Dus dat is perfect mogelijk ook. Er zijn projecten. Bon, dat zijn projecten met toch een belangrijke budget. Ik zou zeggen dat productie gaat volgen. Wat moet duidelijker worden, dat is de werking van de markt voor de verschillende spelers. En daar is er nog werk aan de winkel. Maar we kunnen optimistisch zijn als men naar de Europese markt kijkt. Je hebt gesproken over, we zijn op meer dan 450 LNG-stations vandaag. Voor CNG was het dezelfde ontwikkeling, meer dan 4000 stations. En voor die CNG-stations, waaronder een pak, kunnen ook trucks bevoorraden. Daar zitten wij al met 25% bio-CNG. Dus dat is een verhaal dat leeft, dat groeit. Ja. Dus brandstof is aan het komen, maar toch een punt, en we kunnen dat later aansnijden, is het feit dat, we hebben ook de scheepvaart te bevoorraden in de toekomst. Ja, daar wil ik het straks over hebben. Maar inderdaad, de markt is er volop mee bezig. Ik hoorde, Olivier, dat bijvoorbeeld Amazon toch... geen kleine speler, denk ik, een grote bestelling heeft geplaatst. Dat zijn dan echt al de believers in deze, of dat zijn de realo's die weten van, ja, dat is nu eenmaal de weg vooruit. Ik denk dat het believers zijn die een stap verder gaan als mensen die zeggen van, we moeten wel, we kunnen niet anders. Ik zou zelfs misschien een paar stappen achteruit zetten. In België hebben we ook een heel mooi voorbeeld, want we kunnen zeggen van, het is een Europese bestelling, Amazon, die Amerikanen. Een van de grootste klanten en een van de grootste pioniers komt uit België, dat is Jost. Die heeft vandaag een vloot van verschillende honderden LNG-trucks die rijden. Amazon heeft er nu iets meer dan 1000 besteld, dat is dan CNG, met het oog op die bio-CNG. Dus inderdaad, en om even terug te komen, dat is het bewijs ook dat een aantal grote klanten die toch op lange termijn denken, er echt in geloven. En ja, daar zijn redenen voor. Ja. Dat is niet toevallig. Is het probleem dan nog, toch nog een beetje, Philippe, dat het misschien bij velen nog te onbekend is, dat het er wel is, maar dat de markt onvoldoende weet wat er al kan? Maar ik denk dat elke transporteur wel weet waar hij naartoe moet. Dus die eindbestemming die is bekend. Min 55% CO2 tegen 2030. 2030, dat is bij wijze van spreken morgen. Maar de weg ernaartoe die is nog bezaaid met heel veel vraagtekens. Hè. Wordt het elektriciteit, gas, biogas dan, waterstof of een mix? En ik persoonlijk, ik denk dat in tegenstelling tot personenwagens waar quasi alle constructeurs op 2 Aziatische merken na volledig de kaart van elektriciteit getrokken hebben, dat men voor het zwaar vervoer, dan spreek ik over vrachtwagens, we een mix gaan hebben van biogas, elektriciteit en waterstof. Ook elektriciteit? Ook elektriciteit. Elektriciteit bijvoorbeeld leent zich perfect voor korte afstanden. Dan denk ik aan stadsdistributie, om één voorbeeld te geven, of ophaling van vuilnis, met de mensen thuis. Dat zijn korte afstanden, veel stops en go. Maar voor lange afstanden is een elektrische truck, zoals hij er vandaag zou uitzien, absoluut geen goede keuze. Ja. Want je zou om de 200, 250 kilometer moeten stoppen, 3 uur laden. Ja, dat is in de praktijk bijna niet te doen. Daar zal biogas en waterstof zal daar een veel betere oplossing zijn. Ik denk om dat even te kaderen, om terug te komen op de inleiding waar je sprak over, die 20% van de CO2-uitstoot komt uit het transport in het algemeen. Als we dan echt naar het wegtransport, vrachtwagens gaan kijken, spreken we over 6%. Dus dat is ongeveer 1/3, 1/4 van die 20%. Van die 6% is er 2/3 lange afstandsvervoer met de typische 4x2-trekker. Nu, dit is vandaag technisch gezien met batterijen of fuelcells niet haalbaar. Ja. Zelfs in de projecties die wij allemaal als constructeurs hebben over de evolutie over de komende jaren, spreken we om 400 kilometer autonomie batterij-elektrisch, 700, 800 kilometer fuelcells, en die zijn er nog niet. Ja, daar is die lange afstand transport niet mee gediend, zonder dan ook zelfs te spreken dat veel van die voertuigen bijna door de klok rondrijden en dus niet 4, 8, 10 uur kunnen wachten aan een stekker totdat ze volledig zijn opgeladen. Ja. Dus op dat vlak, als we dan even gaan nadenken, 2/3 van die 6%, dus eigenlijk zeggen 2% van de totale CO2-uitstoot, kunnen we met bio-LNG eigenlijk al zeer snel aanpakken, op voorwaarde dat inderdaad die weg wettelijk, politiek, fiscaal duidelijk wordt gemaakt aan iedereen. Daar ga ik het zeker nog over hebben, maar ik wil nog even ook naar jou komen, want ja, Philippe raakte een andere Philippe raakte wel een goed punt aan natuurlijk. Als transporteur kijk je ook naar de mogelijkheden, hè, om bij te tanken. Je zei, we zijn met 5 in België, er zijn er zoveel in Europa. Dat is eigenlijk nog bijzonder weinig, hè? Klopt, maar onze focus is echt ook het lange afstandsverkeer. En we hebben in België toch al 20 stations en die liggen op centrale punten, goed geplaatst. En daar kan vandaag een transporteur mee uit de voeten. Ja. In tegenstelling tot dat stadsverkeer dat inderdaad om de 200 kilometer moet laden, hebben wij niet zoveel laadpunten nodig. Ja, er zijn nog wat gaten in het netwerk, absoluut. En er wordt verder gewerkt, getimmerd aan de weg. Maar we komen van een situatie dat we enkele stations hadden. En het is op korte tijd heel snel gegaan. Ja. Dus het is wel degelijk mogelijk. En die overslag naar bio, daarvoor hoeven we geen extra investeringen te doen. Nog in de voertuigen, nog in de infrastructuur, omdat die volledig compatibel is. Ja. Ik had ook begrepen dat jij bezig bent met iets wat heet de Blue Corridor. Dat is inderdaad, dat zijn de projecten waarmee we gestart zijn in de tijd. En dat is de Europese visie om inderdaad dat vrachtverkeer weer opnieuw op LNG over te laten schakelen. En zoals gezegd is daar voldoende aan enkele belangrijke corridors om toch heel wat effect, impact te hebben. Ja, nu, er is al veel gesproken over bio-LNG. Wat met het waterstofverhaal? Want dat is iets dat ook heel vaak in allerlei thema's altijd terugkomt. Dat is een beetje de holy grail. Ja, ik denk dat eerst en vooral moeten wij beseffen dat voor de LNG-trucks en stations heeft het 8-9 jaar genomen om op het niveau van vandaag te komen. Dus dat betekent 20 stations in België, plus enkele privéstations en 800 LNG-trucks. De bedoeling is nog veel te groeien. In Europa zitten wij met een 25.000 LNG-trucks voor het moment, min of meer. En quasi 500 stations, zullen wij zeggen. Dus, maar dat heeft quasi 10 jaar genomen. Dus we moeten beseffen dat voor waterstof zal het zoveel tijd nemen. Misschien zelfs meer. Dus in onze fameuze tijdlijn moeten wij zien dat. En ook voor elektrische trucks. Dus... dat is één ding. Zijn voorlopig geen echte opties, zeg maar. Maar dat kunnen opties zijn in een bepaald segment, maar niet vandaag, zou ik zeggen. En zelf voor afvalbeheer, zou ik zeggen. Dan is er al die bio-CNG-oplossingen voor dergelijke voertuigen. En de kost van een elektrische of een waterstoftruck voor afval, dat is 2 à 3 keer meer. Dus we moeten ook redeneren in functie van de TCO, hè, Total Cost of Ownership, de kostenplaatje van het verhaal. Dat is toch ook een belangrijk element. Ik zou dus zeggen, oké, waterstof, soms elektrische truck, maar ik zou dat niet zien, een massa-ontwikkeling voor 2030. Ja. Het is al een paar keer aangehaald, hè. Ook het beleid en hoe we naar de dingen kijken is van belang. Je zou kunnen zeggen, walk the talk from well to wheel, hè, om het een beetje in een stelling te gieten. Want natuurlijk, er wordt op dit moment heel hard gekeken naar de uitstoot. Sommigen zeggen, Olivier, ja, je moet eigenlijk ook als beleid veel meer kijken naar het gehele verhaal. Hè. Niet van de tank tot de uitstoot, maar eigenlijk ja, van de opbouw. Ik denk, een heel simpel beeld is te gaan zeggen van we pushen vandaag, politiek gezien, naar batterij-elektrische voertuigen. En om die elektriciteit te gaan genereren, bouwen we gascentrales. Dan zou het toch logischer zijn om onmiddellijk dat gas te gebruiken in het voertuig. En dat is gezond boerenverstand. En daar wat speelt vandaag, daar dan, denkt u? En ik denk dat we daar eigenlijk met een lange termijnvisie zitten die ik wel snap. En dan komen we terug op het waterstofverhaal. Het probleem is dat we aan die... tussenin moeten we er ook wel geraken en moeten we ook wel oplossingen vinden. En daar hebben we vandaag oplossingen die om een of andere reden onderschat worden of niet altijd begrepen worden. En ik denk dat we daar allemaal nog een sensibiliseringsjob te doen hebben. Om te zeggen, ja, bio-CNG, bio-LNG vandaag bestaat al. Laten we iets verder kijken als inderdaad gewoon de tailpipe emissions. Maar hoe wordt... de brandstof gemaakt. En dan inderdaad kunnen we met het bio-verhaal al grote stappen maken vandaag. Want uiteindelijk, de doelstellingen die aan transporteurs worden gesteld, aan constructeurs, aan industrie, de bedoeling is dat we allemaal samen minder gaan produceren. En als we dan aan de basis enorm veel gaan vervuilen om uiteindelijk minder te gaan uitstoten, heeft het ook geen zin. Is dat inderdaad iets dat zou moeten herbekeken worden? Namelijk, hoe positioneren we die dingen? Naar welke elementen kijken we in het verhaal om te zeggen dat is een groene oplossing en dat is een minder groene oplossing? Oh, zeker en vast. Hè. Ik denk dat well-to-wheel de juiste benadering is. Hè. En hoe ver moeten we daarin gaan? Ik had ooit een gesprek met de mensen van Polar, dat is natuurlijk een ander segment. En die zeiden, ja, maar je moet eigenlijk, als je echt durft groen kijken, moet je naar het hele verhaal kijken. Ook naar de materialen die gebruikt worden in die wagen, in die truck. Moet je zo ver durven doordrijven? Ook, ik denk het wel, hè. Die fameuze LCA-analysis. Dus dat wil zeggen dat wij alles bekijken. En daar zitten wij met een heel positief verhaal voor bio-CNG en bio-LNG. Wij scoren... zelf beter dan elektrische voertuigen. Dus, maar dat is des te meer belangrijk dat deze aanpak goed in de oren van de Europese gemeenschap komt, omdat daar wordt beslist qua regelgeving, oké, welke uitstoot, welke technologie we gaan ondersteunen, omdat men denkt dat zij klimaatneutraal zijn. En daar is het belangrijk dat bio-CNG en bio-LNG worden... een deel van de oplossing. Ik pak een voorbeeld. Dat is een positieve ontwikkeling. We zijn bezig met de vertaling in het Belgisch recht van die RD2, die fameuze richtlijn richtlijn over hernieuwbare energie. En dat betekent dat in de komende maanden gaan bio-CNG en bio-LNG worden erkend als advanced biofuels. Dus dat zal de dingen vergemakkelijken voor de mensen op de markt, voor de transporteurs, voor de stakeholders. En dat betekent echt een valorisatie van bio-CNG en bio-LNG. Ja. Dat is in feite een beslissende fase, maar dat moet worden ook uitgebreid aan andere richtlijnen. Dus de aanpak qua fiscaliteit, taxatie, aanpak qua veel andere thema's. Ja, want inderdaad, dat is al een paar keer gevallen, ook certificatie en dergelijke meer. U zei in het begin, bij een aankoop kijk je naar van alles, en namelijk de prijs, de laadpunten, dergelijke meer. In hoeverre speelt ook het beleid en de omkadering in deze een doorslaggevende rol? Het beleid is uiteraard van heel groot belang. Hè. Dan denk ik vooral aan het fiscaal beleid. Accijnzen en taksen op diverse soorten brandstof. Europa is nu met een herziening van de energierichtlijn bezig, waarbij fossiele brandstoffen veel zwaarder gaan belast worden dan bijvoorbeeld bio-LNG of bio-waterstof. Dus dat zal veel versnellen. Dat zal inderdaad versnellen, maar heel belangrijk daarin is de voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid op een vrij lange termijn. Want een vervoerder die vandaag, of een transporteur die vandaag investeert in een vrachtwagen, die gaat die 7-8 jaar bijhouden. En misschien kan het vandaag interessant zijn om, ik zeg maar wat, een LNG-voertuig te kopen. Maar als plots na 2 jaar de overheid beslist van de accijnzen op LNG fenomenaal de hoogte in te jagen, ja, dan klopt die business case van die transporteur niet meer. Hè. Dus die moet eigenlijk weten, wat gaat er tussen dit en 10 jaar, laten we maar 10 jaar nemen, allemaal gebeuren, zodanig dat hij vandaag met kennis van zaken kan investeren. Ja, dat lijkt mij op dit moment misschien nog een moeilijke vraag. Of kan je dat soort zekerheden toch al... Wel, het is inderdaad moeilijk om daar een lange termijn uitspraak over te doen. We zien allemaal de richting waarnaar gekeken wordt. Maar het is belangrijk dat, denk ik, de overheid ook technologie-neutraal is. We weten allemaal dat we naar zero-emission moeten gaan, maar er is niet één weg naar zero-emission. Vindt u dan eigenlijk dat de overheid te sturend is in te zeggen van... Zeker wat personenvervoer betreft, dat is elektrisch. En maar daar is misschien wel iets voor te zeggen. Maar voor vrachtwagens is dat een heel ander verhaal. Dat hebben we uitgebreid besproken. Vandaag kunnen we niet met die vrachtwagen op batterijen naar Spanje rijden. Dus daar moeten alle wegen open blijven om ervoor te zorgen dat we inderdaad ook die tussendoelstellingen kunnen halen van 2030. Want daar gaan we elke oplossing hard nodig hebben. Niet alleen batterij-elektrisch, maar ook gas, ook andere alternatieven misschien. Ja. Zie je ook een verschil, Didier, in hoe Vlaanderen en Wallonië kijken naar heel dit verhaal? Ja, want ja, als je kijkt en zegt van we moeten een beetje een kaderzekerheid hebben, ja, een transporteur die stopt meestal niet aan de grenzen van Brussel. Hè? Ja, dus op Vlaamse niveau zijn wij een beetje meer terughoudend ten opzichte van LNG nu. Dus een zekere afbouw van de ondersteuning. Maar sowieso, dat blijft toch een belangrijk punt om de transport te decarboniseren. Maar sowieso moet, met de hoge gasprijzen, de meerkost van de voertuigen ook, het blijft een interessant verhaal voor de transporteurs. Aan de Waalse kant is er meer openheid, zou ik zeggen. Men weet, België is een belangrijk logistiek land. Dus, en wij weten ook dat, dat is voor de eerste keer in 50 jaar dat er een alternatief is, onmiddellijk beschikbaar, om geleidelijk weg te zijn van diesel. Geleidelijk, zou ik zeggen, omdat goede dieselmotoren zullen blijven draaien binnen 10, 15, 20 jaar zelf. Maar we hebben alternatieven, dat is beschikbaar. Er ontbreekt alleen maar meer openheid vanuit de overheid, ondersteuning. En ja, een fiscale kader, hebben wij gezegd. In andere landen zijn er bepaalde... Ja, op het vlak van de kilometerheffing of andere dingen zijn er voordelige maatregelen voor LNG, voor bio-LNG ook, CNG, bio-CNG. Dus ik denk dat er is echt veel potentieel, dat is bewezen. Men ziet de groei, maar daar moet die politieke kader worden verfijnd en ondersteunend zijn. Ja, want als ik het goed heb, Olivier, we hebben wel een kilometerheffing. Maar daar wordt niet zozeer gekeken naar hoe groen is die kilometer nu gereden. Op dit moment niet. Nee. En dat zou wel veel dingen ook kunnen versnellen, als we ook daar gaan naar kijken. Het is één van de vele knoppen waar men kan aandraaien om in een bepaalde richting te sturen. En dat is uiteindelijk, ja, is dat toch... De basisbedoeling van de taxatie is om een beleid te gaan sturen naar een bepaalde richting. Ja. En we vergeten soms dat het niet gewoon geld opbrengen is, maar het is de mensen en de maatschappij sturen naar waar men wil. Ja. En dat is een van de knoppen die het mogelijk maakt. Je zou eens kunnen zeggen, het voertuig van de toekomst dat rijdt, hè, elektrisch, op gas, misschien ooit op waterstof, hè, of het rijdt niet, bij manier van spreken. Maar wie zal dat uiteindelijk gaan bepalen? Zal het Europa zijn door zijn regelgeving, of zal het toch vooral zijn door, hè, wat ook Philippe al zei, ja, namelijk de transportsector die zijn rekening maakt en die zal de keuzes maken van dit gaan we elektrisch doen en dit gaan we zo doen? Ik denk dat de transporteurs zeker daar een visie over hebben en elk zal wel zijn rekening maken. Zoals in alles, je hebt believers van het eerste uur en je hebt dan, bij wijze van spreken, de volgers. Ja, Europa schept het grote kader. En het is belangrijk, nogmaals, dat alles in dezelfde richting gaat en dat daar duidelijkheid komt over langere termijn. Want we hebben, die heeft aangehaald, oké, in Vlaanderen de subsidies zijn iets afgebouwd, dat klopt. Maar dat is ook logisch, omdat de markt is op gang gekomen. Dus we hebben nu een technologie die matuur is. De eerste voertuigen zijn op de markt transporteurs die daarmee rijden, die zijn daar zeer tevreden over. En we merken dat die extra voertuigen bijbestellen. Dus die subsidies hebben hun werk zeker gedaan. Maar het grotere kader, of laten we zeggen de lange termijn politiek, moet ook nu uitkristalliseren en moet mogelijk maken dat ook de komende jaren gas een belangrijke rol kan blijven spelen in de decarbonisatie. Ja. Hoezeer is dit een toekomstverhaal en hoezeer is dit een tijdelijk verhaal, een soort, zoals je bij de elektrische wagen de hybride hebt? Hoe ver is dit een overgangsvorm, dat hele LNG-verhaal, CNG-verhaal? Als ik denk, de one size fits all, geloof ik niet. We hebben dat gedurende jaren gekend met het dieselverhaal. Ik denk dat we nu in een nieuwe periode komen waar, afhankelijk van de emissie, het gebruik, het type voertuigen, het type transport, dat waarschijnlijk meer een batterij-elektrisch zal zijn, een fuelcel. En daar heeft het biogasverhaal ook een toekomst. We gaan niet alles kunnen overschakelen op één enkele oplossing. En vandaar dat ik denk dat dit wel een lange termijn verhaal is. Ja, dus het wordt eigenlijk ook nog alleen maar complexer voor die transporteur. En ik heb begrepen dat wat de chauffeurs betreft het ook meer en meer een knelpuntberoep wordt. Dus het wordt een zeer uitdagende toekomst, los van de te behalen doelstellingen. Ook nog eens, dat segment gaan we zo aanpakken, dat segment gaan we zo aanpakken. Daar hebben we ook nog eens het volk voor. Dat is inderdaad, het wordt uitdagend, maar dat maakt het ook boeiend. Wat dat denk ik nog niet zo direct aan bod is gekomen, zijn de subsidies of de financiële stimulansen die gaan nodig zijn om die doorbraak richting emissievrij transport, om die te forceren. En hoe moeten we dat forceren? Moeten we dat doen met boetes? Nee, dat dacht ik al. Houden wij niet. Nee, wij stellen vast dat bijvoorbeeld in Duitsland een transporteur die vandaag investeert in een emissievrije vrachtwagen, dat die tot 80% subsidies kan krijgen om die meerprijs te compenseren ten opzichte van een klassiek dieselvoertuig. In Nederland is er sprake, het is nog niet volledig rond, maar van 40% van die meerkost dat de transporteur zou kunnen terugkrijgen. Ik vind dat we hier in België, dat is dan weer gewestelijke materie, dat we niet mogen achterblijven. En wat zeker belangrijk is, dat de drie gewesten die ons klein land dat maar een zakdoek groot is, rijk is, dat die toch min of meer hetzelfde beslissen. Ja. Moeten we dat financieel gaan ondersteunen? Zou je ook niet kunnen zeggen? In de beginfase wel. Ja. In de beginfase wel, om het op gang te brengen, zoals Didier, niet Philippe, mijn naamgenoot zei, voor LNG gebeurd is in een tijd. Dat moet voor die nieuwe technologieën zeker ook gebeuren. Ja, er moet ook een zeker evenwicht bestaan op Europese vlak qua fiscale voordelen. Omdat men ziet voor het moment dat bio-LNG gaat meestal naar Duitsland. Omdat de markt heel aanmoedigend is en voordelig is. Dus daardoor laten wij misschien hier kansen liggen. Maar, voor het moment, de markt is rijp, maar de structuur van de markt is nog niet 100% operationeel. Dus de mensen moeten een beetje hun weg vinden. Maar dat gaat geleidelijk veranderen en wij werken eraan toe. Dus, ja. Voor we afronden, Didier, misschien ook nog kort even daar, want jij haalde het aan. Transport is natuurlijk ook scheepsvaart. Is dit ook een oplossing daarin? Ja, men ziet de laatste jaren een forse groei van de bestelling voor maritiem transport van schepen op LNG. Dat wil zeggen dat er komt nog meer productie nodig voor LNG, maar qua productiecapaciteit op wereldse vlak is er geen probleem. Nu is het de next step met de shift naar bio-LNG, naar decarboniseren. We weten dat in scheepvaart is het een verhaal op lange termijn. Dat zijn boten of schepen die men aankoopt voor 50, 60, 70 jaar. Als men daar nu de juiste keuzes maakt, heeft dat heel veel impact. Inderdaad, inderdaad. Men kan schepen ombouwen, maar het is des te beter te vertrekken met een nieuwe boot. En er is echt een forse stijging van, ik denk dat het 20 of 30% van de bestellingen vandaag zijn voor schepen op LNG. Dat beweegt heel snel, maar dat is ook nodig omdat de uitstoot, niet alleen CO2, maar ook andere, zwavel bijvoorbeeld, het is echt een painpoint van de schepen vandaag. Ja. Dus dat betekent dat we moeten bereid zijn om de productie van bio-LNG te laten ontwikkelen en groeien. Maar dat is niet alleen een Europees verhaal, dat is een wereldse verhaal. Ja. Maar Europa is goed bezig ermee voor het moment. En in België is het des te meer belangrijk met de haven van Antwerpen en van Zeebrugge. Ja, om daar misschien ook nog een tandje bij te steken. Om af te ronden wil ik toch nog even naar veel mensen thuis ook trekken. Want de meeste mensen hebben geen truck staan voor hun huis, maar een gewone wagen. Je zei het daar straks al, daar heeft men echt voluit die kaart getrokken van elektrificatie. En u zei, ja, daar hebben ze misschien inderdaad wel ook goede redenen voor. Kijk jij daar ook zo naar, Philippe? Want zijn er ook geen verhalen te bedenken voor het personenvervoer met andere opties? Of is het inderdaad, laten we daar helder zijn, elektrificatie, en dan voor transport kijken we naar een gemengd palet? Wel, ik stel vast dat voor personenvervoer, wat dat auto's betreft, alle constructeurs op twee Aziatische merken, voluit de kaart van elektriciteit getrokken hebben. Dus de consument zal niet veel andere keuzes hebben dan een elektrisch voertuig aan te kopen. Voor vrachtwagens ligt het een beetje anders en zal het afhangen van voor wat wordt de vrachtwagen gebruikt, hoe ver moet die kunnen rijden, wat moet het laadvermogen zijn, want wat men soms vergeet, een elektrische truck die sleurt batterijen mee van een aantal ton. Dat betekent een lager laadvermogen. Voor volumegoederen is dat geen probleem, maar voor uitzonderlijk vervoer bijvoorbeeld zie ik dat niet gebeuren. Hè. Dus wij in onze sector, daar ben ik quasi zeker van, stevenen we af op een en-en-en-verhaal. Een mix van energieën in functie van de toepassing die van het voertuig gemaakt wordt, de afstand, de actieradius en andere factoren. Maar eigenlijk heeft voor de personenwagen, voor het individu, de technologie beslist. Maar laten we zeggen dat het gebruik van de personenwagen veel homogener is als bij de truck. En vandaar dat een unieke oplossing waarschijnlijk wel mogelijk is. En ik denk dat is het grote verschil met de transportsector, waar de homogeniteit van het gebruik absoluut niet bestaat. Ja. En tussen de vuilnisophaalwagen in een grote stad of het internationaal transport, het zijn gewoon twee verschillende werelden. Ja. Maar als ik het zo hoor, dan zit jij wel in een groeimarkt. Dan gaan er misschien toch nog meer van jouw tankstations moeten bijkomen. Laten we het hopen. Ja. Laten we daarmee inderdaad afronden, zien wat het brengt. Ik heb begrepen dat er ook voor de overheid, zoals in elk dossier, nog heel veel werk ligt om de dingen wat concreter te maken en misschien ook te ondersteunen om iedereen versneld op weg te krijgen. Haha. Bij deze wil ik jullie alle vier hartelijk danken om jullie inzichten met ons allemaal te delen. En u uiteraard bedankt voor het kijken. Met deze ronde tafel ronden we deze reeks over hernieuwbare energie af. Dank aan alle experten die zijn langsgekomen, maar vooral ook aan u om erbij te zijn. En wie weet, tot de volgende.